2023 is een jaar geweest met opmerkelijke gebeurtenissen voor de inheemse gemeenschap in Suriname. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, heeft geconstateerd dat vooral door het gebeuren van 2 mei 2023 in het dorp Pikin-Saron, waarbij 2 inheemse mannen zijn omgekomen, het veiligheidsgevoel bij inheemse gemeenschappen niet meer hetzelfde is. Marie José, artiest Community Development Specialist van de FITS, zegt dat niet alle inheemsen zich even veilig voelen in hun dorp of leefgemeenschappen. Dat is niet alleen te danken aan het gebeuren in Pikin-Saron, maar ook aan bijvoorbeeld grondroof. Van de een op de andere dag, in dit geval bijvoorbeeld, zijn er dan geluiden in eerste instantie dat er landbouwers uit andere gebieden, uit het buitenland vaak, naar gebieden gaan die gelegen zijn in gebieden van inheemse en ook tribale volken. Dat is heel erg angstaanjagend, want zeker als je dan hoort dat deze landbouwers misschien niet op een manier planten en gebruik maken van de grond, zoals de inheemse en tribale volken ook gewend zijn om te doen, namelijk op een natuurvriendelijke, milieuvriendelijke manier. Dus ze voelen de bedreigingen van kaalkap. Als er kaalkap is, kunt u zich voorstellen dat wilddieren, daar waar ze op jagen voor hun voeding, dat verdwijnt en zich verplaatst naar andere gebieden. Volgens Selene Francé, directeur Bureau FITS, lijkt het erop alsof geen respect wordt opgebracht voor de grondrechten van de inheemse. Vooral met de grondconversie die het afgelopen jaar is afgekondigd. Op dit moment zijn de rechten van de inheemsen en tribale volken niet bij wet beschermd. Francé legt uit dat door de grondconversie de gebieden van de inheemsen in gevaar komen. Omdat die gezinnen die gezien kunnen worden als domeingronden. Dat wil zeggen, als de staat van mening is dat zij een bepaald gebied wil laten convergeren, naar zoals zij dat aangeven, eigendomsrecht, dan heeft men helemaal geen respect voor onze inheemse grondrechten, zeggen wij. Omdat dat niet bij wet is erkend en geclassificeerd. Dus als wij ons beroepen op onze grondrechten in deze, dan hebben wij juridisch geen backing. En dat is de grote zorgpunt van onze gemeenschappen en van de FITS terecht ook. Omdat we al jaar en dag bij de regering gaat, aangeven dat zij inderdaad ook internationaal verplicht zijn om onze grondrechten te erkennen. Want er is een vonnis, de Kalina Lokono vonnis, dat tot de dag van vandaag niet is uitgevoerd. Maar we zien wel dat er verschillende besluiten, wetgeving worden aangenomen die onze vonnis in dit geval terzijde legt en daarmee dus ook de bescherming die wij dus verwachten van de staat in dit land niet kunnen zien worden gerealiseerd. Het niet erkennen van de grondrechten blijft volgens Francé een enorme bedreiging voor de inheemse gemeenschap. Ze ziet graag dat de staat de rechtszekerheid die geldt voor elke Surinaamse burger ook laat gelden voor de inheemse.